Maar weet je, was jij dat met die paraffine? Ja. Oh, die ja. Oh, met die blaren. Die paraffine... Doorbuiten zijn. Ja, nee, maar die als die paraffine veel te oud was, dan werd dat gewoon veel te warm. Dus op een gegeven moment, hij was al een beetje bang. En nee, zeg Joeks, niet zeiken. En zo die paraffine erop. Hij sprong bij een gat. Helemaal verbrand. De brandblaren. Zeg, en dat het mooiste was, ze zeiden mij van, Henk van het vuurtje. Je hebt gewoon een paar weken niet, kunnen spelen. Nee, het was de eerste keer dat ik echt geblesseerd. Maar ik zie hem nog zo, hij pakte dat zelf vast. Hij zei, nee, je moet niet zeiken, gewoon even bijten. En, eerst zie vast hier nou. Hou het vast. Je gaat te snel. Achteruit, horizontaal, go on, achteruit, vast. Het zijn wel mijn twee mooiste jaren geweest. Ja, ik kan er een boek over schrijven. En ik vond hem ook een goede trainer. En hij was ook zijn tijd misschien wel ver vooruit. Tegenwoordig hebben we het allemaal over paas en trappen. Dat doe ik zelf ook. Maar dat deed hij ook al.